Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt toch vrij veel bewolking boven Nederland, maar er zijn ook wel opklaringen boven ons land en in onze omgeving. Dat betekent dat we een wat wisselend beeld krijgen. In het oosten van het land kan het nog wat spetteren. Die neerslag trekt vrij snel naar Duitsland, daarna is het op veel plaatsen droog. Hier en daar een opklaring als eerste in het westen en noordwesten van het land. Temperaturen in de middag verder oplopen tot iets boven de 20 graden, maar langs de kust is het een graad of 19. Daar waarschijnlijk wel de meeste zon, dieper landinwaarts mogelijk een enkele bui. Vanavond dan in het kustgebied juist weer toenemende kans op een bui en in het binnenland wat droger met temperaturen die snel onder de 20 graden zakken. We gaan naar morgen. Dat is een dag met wisselend bewolkt weer, zon, stapelwolken en een enkele bui in de loop van de dag. Het wordt 20 tot 22 graden, zuidwestenwind waait flink door en vooral in de avond neemt de wind nog wat verder toe en neemt de kans op regen van het westen uit langzaam ook weer toe. Zaterdag, zondag en maandag het blijft lichtwisselvallig. Het is een beetje vlees nog vis, met temperaturen iets boven de 20 graden, maar gelukkig wel van tijd tot tijd de zon. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl